De Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, heeft vanmorgen een info- en opendag gehouden. De SHTTC heeft als hoofddoel het trainen en opleiden van personen die willen werken in de hospitality- en toerismesector. Met het trainen van mensen wil de SHTTC hun competenties en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen, in de ruimste zin des woords. Als je voor certificaat gaat, dan zijn de pakken alleen keukentheorie en keukenpraktijk en warenkennis. Maar als je zegt nee, je wil voor diploma gaan, dan ga je wel dit moeten volgen. Keukenpraktijk, keukentheorie, warenkennis, bedrijfsrekenen. Algemeen vorm Nederlands, Engels en ICT. En bij die kokniveau 3 is hetzelfde ook. Je gaat ook voor een certificaat of voor een diploma. En dat is ook 1800 SRD. De SHTTC probeert op deze manier de groeiende hospitality- en toerismesector in Suriname te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Shahoufa Abdul, waarnemend onderdirecteur van SHTTC, vertelt waarom deze infodag is gehouden. Nou, deze infodag houdt in dat de studenten die in de toekomst willen werken binnen de toerismebranche, eigenlijk ook gericht kunnen studeren. En de SHTTC is daarvoor opgericht. En de studenten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van deze infodag, om zoveel als mogelijk informatie te verschaffen en te kijken van welke studierichting zij kiezen en welke richting ze in de toekomst willen gaan, of wat ze willen worden binnen de samenleving. En daarvoor biedt deze infodag om zoveel als mogelijk informatie te krijgen. Abdul geeft verder aan dat SHTTC het toonaangevende toerisme trainingscentrum in Suriname wil zijn ten behoeve van alle actoren in de hospitality- en toerismesector. Zij vertelt over de verschillende opleidingen die de SHTTC verzorgt. Zijn een opleidingsinstituut waarbij we studenten opleiden gericht op competentie, knowledge en attitude. En we hebben de mbo-school, dat is een 3-jarige opleiding. En daarnaast hebben we ook trainingen en de koksopleidingen. Dus het is dan de mbo-streaming, die is dan het eerste jaar een algemene leerjaar. En dan gaan ze dan hun streaming kiezen welke richting ze kunnen gaan. En op basis daarvan gaan ze het derde leerjaar hun stage lopen. En dan als ze verder willen studeren, kiezen ze daarvoor. En ze kunnen ook dan gelijk binnen het bedrijfsleven werken. En wie kan zich dan allemaal aansluiten bij SHTTC? Nou, wie zich kan aansluiten, dan zou ik zeggen een ieder die interesse heeft binnen de toerismebranche. Maar natuurlijk hangt dat helemaal vanaf. Ik zou niet zeggen van ja, kom maar inschrijven. Er zijn procedures wat gehanteerd worden. De SHTTC heeft een uitgebreidere koksopleiding niveau 4 die in oktober van start gaat. De opendag is gehouden op het complex van de SHTTC aan de Gravenbergstraat.